Goedemiddag, ik ben Cornelis van Rijn. Oké, achter u zien we een hele mooie kooivijver. Hoe lang heeft u die al? Deze heb ik nu 2,5 jaar dat die hier in de grond ligt. En hoe lang bent u al bezig met kooi? Ik ben ooit begonnen met kooi's die ik gekregen heb. Dat is een jaar of 6-7 geleden. Daar heb ik 2 kooi's gekregen van een vriend van me. En nadat ik de kleine vijver opgeruimd heb, deze kooi's overgenomen naar deze grote bak. En aansluitend ben ik daarmee gaan uitbreiden. En welke variëteiten zitten er zo al in? Sanke, Yutsuri, Matsuba. Ja, er zitten denk ik zo al met al 8-9 variëteiten in. Oké. En u vertelt nog iets over... Had hij hiervoor nog een andere vijver? Ja, ik had hiervoor een klein vijvertje bij het andere huis. Dat is een betonnen vijver die ik toen zelf gemaakt heb. Daar zat van alles in, goudvissen, salamanders, noem maar op. Daar heb ik toen tijdelijk die kooi's ook bij gehad. Ik ben verhuisd naar deze locatie. Heb toen tijdelijk een folievijver gehad waar ik de vissen in gehad heb. En ja, uiteindelijk na een half jaar heb ik hier de bak laten leggen zoals die hier nu ligt. Oké, wat is het voor soort vijver? Het is een kunststof bak, HPE. En ja, die heb ik laten maken in de grootte van 8x4. Met eraan vast een intern filter. En dat werkt heel goed. Ook daaraan vast zit nog een moerasgedeelte wat de nitraten uit het water filtert. Ja, dat grote filter zien we links achter u. Wat zit er allemaal onder de kap? Onder de kap zit van links naar rechts het pomphuis links. Daar liggen 3 pompen in. Daar liggen de UV-lampen in. Daar ligt de luchtpomp in. En dan gaan we naar de borstelbak. En daarna nog 3 matte bakken. En dan gaat hij vanuit de laatste bak rechtstreeks de vijver in. En wordt gedeeltelijk door het moeras gepompt, waardoor je dus 2 filters creëert. Moeras zien we achter u. Van waar tot waar loopt dat? Moeras loopt vanuit de laatste bak, dus helemaal rechts achter. En dan loopt die halverwege de bak, zit dan een pomp die het water vanuit het filter, het vaste filter, aanzuigt en daar door het moeras heen trekt. En dan de vijver in drukt. En is het allemaal zelf bedacht, de hele opstelling? Nee, de opstelling, de maat en de vorm hebben we zelf bedacht. Alleen met Koyuniek, dus een bedrijf wat bakken maakt, hebben we de boel voor de rest zo opgesteld. En hebben we het ook aangelegd? We hebben de vijver aangelegd zoals die hier ligt. De rest van de tuin heb ik allemaal zelf gedaan. En hoe heeft u geleerd over hoe je het allemaal moet onderhouden? Het onderhoud door middel van praten met mensen, vanuit boeken, internet. En ook van Koyuniek goede instructies gehad hoe ik het filter en dergelijke zou moeten onderhouden. Zoals het er nu bij ligt. Heb ik 1 keer in het jaar onderhoud aan de eerste filterbak en voor de rest eigenlijk niet. Zo goed loopt het. Ben ik tevreden of zou ik soms weer een andere vijver willen? Ik ben op dit moment heel erg tevreden over de bak die ik nu heb. We kunnen er, wat dat gaat, we kunnen er zomers in zwemmen en we zitten er met de kooi's. Ideaal bij. Het is een mooie maat die ook handbaar is, zodat als je een keer weg bent, dat ook een ander het systeem kan onderhouden als dat nodig mocht zijn. Oké, heeft u al problemen ondervonden met de vissen? Met de vissen heb ik op zich geen problemen ondervonden. Ik heb 1 keer wat pokjes gehad. Heb ik de vis apart gehouden en in een zoutbassin gehad. Na 2 weken is hij teruggegaan en waren de pokken opgedroogd en heb ik eigenlijk geen problemen meer gehad. Is het een voederautomaat hier?
Ja, dus een voederautomaat waar ik wat kleurkorrels in heb zitten. Die voert één keer op een dag. En voor de rest voeren we 's morgens en 's avonds handmatig. En hoe vaak voert u? Zomers voeren wij 's morgens, overdag 2 keer de voederautomaat en dan 's avonds de nacht lang 2-3 keer als we aan de vijver zitten met eten en dergelijke. En wat gaat u van de winter doen met het filter? Van de winter blijft alles gewoon draaien. Het enige wat ik doe over deze vijver heen is een fruitnet. Spannen zodat er geen reigers bij kunnen komen die eventueel de vissen kunnen beschadigen. En als je met problemen zit, dan kan je ook altijd de dealer inschakelen? Op het moment dat ik problemen heb met of mijn vijver of mijn vissen, dan kan ik via Kooieniek, waar ik de vissen vandaan heb, kan ik een belletje doen en staan ze dezelfde dag of binnen die week aan de deur om te helpen. Is het iets van de vijver, dan staan ze dezelfde dag nog aan de deur. Is het iets met de vissen, dan hebben we ook een kooiarts die eventueel langskomt. Oké. Dank voor het interview en voor je tijd. Geen probleem. En wie weet heeft een ander er wat aan en mochten ze vragen hebben, kunnen ze via jou altijd bij ons terecht. Oké, hartstikke bedankt.